Vandaag in de gevaarlijkste plekken van Nederland. Dat we dat de gemeente wat gaan doen. Ja. Want zo kunnen we niet verder leven. Het is ook vies. Ja, nou zegt, door de kinderen niet eens buiten te laten spelen. Deze week duiken we in de top 5 plekken van Nederland waar men het meeste last heeft van ongedierte. Op nummer 5. Op de Utrechtse Heuvelrug zorgde de eikenprocessierups deze zomer voor grote overlast. Bij contact met de rups kunnen jeuk, ontstoken ogen, maar zelfs koorts en longontsteking ontstaan. Nummer 4. Je vindt ze overal, maar in de Gelderse natuurgebieden het meest, de teek. Een tekenbeet kan in eerste instantie vooral heel vervelend zijn, maar kan ook de ziekte van Lyme tot gevolg hebben. Straks meer ongedierte, maar eerst naar Amsterdam. Het Bijlmerplein in Amsterdam Zuidoost is een levendige plek. Er zijn winkels, er is horeca en er wonen ook veel mensen. Maar de bewoners hebben al jarenlang last van ongewenste gasten. En niet eentje, maar honderden. Een rattenplaag. En wat ze er ook aan proberen te doen, de plaag lijkt maar niet te stoppen. Hey John McCoy, jij bent ongediertebestrijder. Nou, dit deel van Amsterdam Zuidoost, eigenlijk vlak achter het winkelcentrum, hier hebben ze heel veel last van ratten. Ja. Hoe gevaarlijk zijn ratten nou voor de gezondheid? Nou, ratten zijn echt gevaarlijk voor de gezondheid. Ze kunnen ziektes overbrengen, zoals geelzucht, bloedvergiftiging door middel van voedselvoorraden die aangetast worden. En die eet je dan op, dus dan krijg je bloedvergiftiging. Een rat is een bron van ziektes, je kan je voorstellen, die zit overal in. Die zit in de vuilnis, die zit in het riool. Dus die rat zit eigenlijk helemaal vol met bacteriën, waardoor je dus ziektes kan oplopen. Zo'n rattenplaag, hoe ontstaat het nou eigenlijk? Die ontstaat doordat er te weinig aandacht is voor de rat. En die rat die leeft alleen maar bij mensen in de buurt, want dat is een cultuurvolger. Dus die rat die dat moet je even uitleggen, cultuurvolger? Een cultuurvolger, dat wil dus zeggen dat een rat die leeft alleen maar bij mensen in de buurt. Hij kan ook in de natuur leven, maar hoofdzakelijk leeft hij bij mensen in de buurt. Dus wij willen hem zo ver mogelijk bij ons vandaan hebben, maar hij wil zo dichtbij mogelijk komen. En dat komt omdat? Omdat voedselvoorraden worden meegeknoeid, noem maar op, ze ruiken dat, ze hebben een hele goede reukgeur, ogen. Daar leven ze alleen maar van. Kijk, het begint herfst te worden. Dit is een rattenhol? Dit is een rattenhol. Definitief? En dan bevinden ze zich eigenlijk een beetje onder die struiken, hè, tussen de wortels heen, dan maken ze een nest. Dat is ook een rattenhol? Ja, dat is ook een rattenhol. En dan kunnen we, ja, hier zit er nog een, een beetje open en bloot. Dus hieronder moet het helemaal goed vertoeven zijn. Ja, hier zullen er vast nog een paar zitten, maar dan heb je ongeveer een idee van wat die rat allemaal doet en hoe hij zich voortplant en wat hij zijn hol maakt in de natuur. Ja. Straks ga ik in gesprek met de bewoners van het Bijlmerplein, maar eerst naar nog meer ongedierte plagen. Op nummer 3 staan de muizen, die afgelopen zomer het filiaal van de Jumbo in Steenbergen teisterden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft het filiaal laten sluiten omdat de voedselveiligheid in het geding was. En op nummer 2 staan de horenaars, die in Eindhoven afgelopen zomer een groep wandelaars aanvielen. Horenaars zijn grote wespachtige en hun steek en gif veroorzaakt helse pijnen. 2 van de aangevallen wandelaars moesten worden nagekeken in het ziekenhuis. En zodra ik een rondje doe in de buurt, blijkt al snel hoe groot het probleem is. Mevrouw, heeft u ook last van de rattenplaag hier? Ja, je ziet ze regelmatig lopen en wegschieten. Ik loop met mijn hondje buiten hier. En ik moet ook zeggen dat ze steeds tammer worden, de ratten. Want met hem, hij kan ze op 50 centimeter benaderen en ze blijven gewoon zitten. Ze zijn heel erg gewend eigenlijk aan mensen. Precies, ja. En ook wel aan kinderen. En die spelen hier dan ook op straat. Dus het is wel zorgelijk. Ja. Wie denkt u nou dat de oorzaak is? Zijn dat de bewoners zelf? Is dat de gemeente? Wie zou er meer aan moeten doen? Want ze komen op voedsel af, hè? Ja, precies. Het is een en-en verhaal. Er ligt hier heel veel voedsel op straat en van bezoekers van het gebied. Maar ook van bewoners die gewoon niet zorgvuldig met hun afval omgaan. Als de gemeente dat weet, en dat kunnen ze weten, zou gewoon de frequentie van het schoonmaken omhoog moeten gaan. Ja. Ik zat net te denken om een handtekeningactie te gaan voeren bij alle buren. Omdat iedereen gaat doen dat de gemeente wat gaan doen. Ja. Want zo kunnen we niet verder leven. Het is ook vies. Ja, nou zegt, door de kinderen niet eens buiten te laten spelen. Omdat het is niet één rat of een paar ratten. Maar een heleboel. Een hele plaag. Ja, een hele plaag. Ja. De kinderen durven niet eens meer de deur uit 's avonds.
Omdat het gewoon een zooitje is en die ratten gewoon constant. Het maakt niet uit of je nou voorbij loopt. Ze maakt het wel niet uit, ze rennen gewoon langs je heen. En het komt ook gewoon echt doordat er heel veel vuilniszakken hier bovenop worden gegooid. Ook door de winkeliers, de mensen van de restaurants hier beneden. En het maakt helemaal niet uit dat het overvol is of zo. Ze gooien de zakken er bovenop. En s'avonds zie je echt al die ratten feest maken, want ik zit hier wel eens gewoon even buiten. En dan zie je dat ze gewoon constant maar bezig zijn met die zakken. Hi. Hi. Wilson. Wilma. Hallo. Kom binnen. Ja, u heeft een rattenprobleem, hè, begrijp ja, ik. Ja, inderdaad. Dat is de hele buurt hier. Ja. U zei aan de telefoon dat u de ramen ook niet open durft te doen? Nee. Hier zitten we boven de poort. Ja. Dan zitten ze hier helemaal. Daar waar je die bruine kruimels ziet en zo, daar zitten hele grote gaten. Ja. Waar ze allemaal rattennesten. Ja. Maar ziet u ze ook echt wel eens tegen muren op ja, 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 absoluut. Okay. We hebben, aan de andere kant hebben we die containers dan. En daar hebben ze ijzeren of metalen deuren voor zitten. Ja. En van de zomer hebben we het gehad, waren de drie achter elkaar, die klommen langs die ijzeren spijl naar boven. Maar het ging zo snel dat ik niet eens een foto kon maken. Met z'n drie achter elkaar zo. Ja. Ja, dus als ze daar al op kunnen klimmen, laat staan dan op steen natuurlijk. Ja, dan is dit een peulenschil. Nou, dat is uw angst is wel terecht. Ja. Ja. Wat kan je er dan tegen doen? Want je kunt natuurlijk ook, je kunt ze natuurlijk ook bestrijden, vallen zetten. Ja, je kunt vallen zetten, maar daar heb je in principe maar één mee. En dat heeft dan vrijwel geen zin? Dat heeft vrijwel geen zin. Okay. Dus, wat kun je er als bestrijder tegen doen, verder dan? Wat ik ook, ja, gewoon gif uitzetten. Gif. Maar dat mag tegenwoordig niet meer, vanwege die bepalingen. En wat bedoel je daarmee, bepalingen? Dat zijn wettelijke bepalingen die ze ingevoerd hebben. En dan mag je dus geen buitengif meer gebruiken. Wat kunnen de mensen er nou zelf tegen doen? Je kan proberen zo min mogelijk vuil over het balkon of buiten te zetten of weet ik veel, maar je moet het toch een keer buiten zetten. Want die rat die vindt het alleen maar goed als het lekker vervuild wordt. En dan, ja, dan heb je een probleem, want als er eentje zit, dan komt de rest ook. Dus minder voedsel voor de rat en dan ook beter voedsel, schoonmaken. Je hebt ook mensen die gooien brood naar buiten voor de vogels, ja, noem maar op. Dat trekt alleen maar die rat aan. Dus die rat die komt er naartoe en die wordt gewoon aangetrokken door het afval. Vandaag kijken we naar de top 5 van plekken met ongedierte. Eerder zagen we op nummer 5 de eikenprocessierups op de Utrechtse Heuvelrug. Op nummer 4 de teek, die veel in Gelderse natuurgebieden zit. Op nummer 3 de muizen, die een supermarkt in Steenbergen tijdelijk tot sluiten dwongen. Op nummer 2 staan de agressieve hoornaars in Eindhoven. En volgens u staat op nummer 1 van de gevaarlijkste plekken met ongedierte het Bijlmerplein in Amsterdam. Dit vanwege de gezondheidsrisico's en inmiddels lange duur van het probleem. Het Stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam heeft een reactie gegeven. Zij zeggen zich te zullen blijven inspannen om de rattenplaag te bestrijden. Zo hebben ze al de nodige maatregelen genomen. Sommige van de groenbakken zijn gedicht en de vuilcontainers zijn minder makkelijk bereikbaar gemaakt voor de ratten. Maar, zegt het Stadsdeel nadrukkelijk, het blijft een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente, van de bewoners en de ondernemers in Stadsdeel Zuidoost.